tijdens een bijeenkomst in de Ridderzaal is in bijzijn van Hare Majesteit Koningin Beatrix en het voltallig kabinet de definitie van het begrip kunst bekendgemaakt. De commissie Scholten heeft meer dan 30 jaar aan de definitie gewerkt. De heer Scholten, geen familie van Teddy en Henk, aan wie de commissie zijn naam te danken heeft, is 4 jaar geleden overleden aan een slepende ziekte. De definitie was noodzakelijk geworden om gevoelens van onvrede bij het grote publiek de kop in te drukken. Kunst. Sorry hoor, maar ik vind het zo'n moeilijke vraag. Kunst? Kunst, ja. Ja. Ik vind er niks van. En ik vind sommige dingen van Heiboe wel leuk. Vind ik ook niks van. Het is gewoon een geldwolf. Ja. Kunst is het pas als ik het mooi vind. Kunst, jee, dat is zo veelomvattend. Kunst, iets waar je van geniet. De moeilijkste kunst, het gedrag. Omdat kunst meer en meer gezien werd als een niet eens noodzakelijk kwaad, moest de kunstenaar bij het aanvragen van subsidie zich in steeds krankzinniger bochten wringen om voor de broodnodige toelagen in aanmerking te komen. Een bedelaar. Ik voel me een bedelaar. Mensen willen tegenwoordig dat je je kunstje vertoont en dat je een hoed op de grond neerlegt waar ze dan uit medelijden wat geld in kunnen doen. Ja, zo kan ik niet leven. Voordat de commissie aan de slag kon, moest de eerste vraag worden beantwoord. Wat is een definitie? Een commissie onder leiding van professor Eestermans, linguist aan de Universiteit van Leiden, heeft zich over dat vraagstuk gebogen. Dat is een oud taalkundig probleem wat u daaraan snijdt. De definitie van een definitie. Want hoe kun je iets definiëren als je nog niet weet wat een definitie is? Het is net zoiets als je in taal uitdrukken zonder dat je weet wat taal is. We hebben dat simpelweg opgelost door te zeggen, geen gelul, een definitie is een definitie. Onder protest overigens van professor Heertje, geen familie van Raoul, die dit een knieval voor de politiek vond. De koningin was dan ook zichtbaar opgelucht toen ze mocht zeggen, kunst is dat wat met opzet door een mens of een groep mensen uit de werkelijkheid geïsoleerd is, met de bedoeling het door derden op te laten merken. Dat niet iedereen die uitspraak even serieus nam, maken de beelden duidelijk.